Hallo, ik ben Marcello en ik hou van Den Haag. Als jullie ook van Den Haag houden, dan doe je natuurlijk een keer onze Rock History Tour. Een tour met een touringcar door Den Haag, met live muziek aan boord en met reisleiders die de periode zelf hebben meegemaakt. We hebben Frans Kassenburg, we hebben Peter de Ronde, we hebben René Bom, die is dan weliswaar wat jonger. En we gaan met de bus langs allerlei plekken die leuk zijn, belangrijk zijn of belangrijk waren voor de Haagse popgeschiedenis. En vergeet niet, de Haagse popgeschiedenis is ook de Nederlandse popgeschiedenis. Want zoals is gezegd, Den Haag is het Liverpool van Nederland. Ik zeg vaak, Liverpool is het Den Haag van Engeland. We gaan met de bus een leuke rit maken door Den Haag. We komen op allerlei gekke plekken. We beginnen in het Zeeheldenkwartier, waar alle rockhelden gewoond hebben of nog steeds wonen. Denk aan Barry Hay, denk aan Rudy Bennett, denk aan Mariska Veres en Anouk, de studio van Direct, enzovoort, enzovoort. We gaan via het Gouden Regenplein, waar we vertellen over de Kikkers en de Plu, gaan we ook weer richting Zuiderpark, langs het Musicon van Caesar, langs de tekst op de muren van de Q65. Onderweg hebben we twee keer een uitstapje. We gaan drie keer de bus uit. We hebben een rook, drink, plas, blow en zuidpauze in het zuiden. Nee, waar ga ik niet vertellen. We eindigen in het centrum van Den Haag met een korte wandeling. En ik vertel dit nu in een minuut, maar wat ik in een minuut vertel, dat duurt ruim drie uur. We beginnen in de galerie, daar word je ontvangen met een drankje. Dan hebben we de rit en we eindigen in de galerie met een eindborrel en vaak nog een leuke muzikale verrassing. Doe de Rock History Tour als je van Den Haag houdt.